We staan hier op de Nieuw-Mathenesse-straat en hier is vorige week een behoorlijk ongeluk gebeurd. We hebben daar ook over bericht. En bij me staat Wilma de Jong, de moeder van een van de slachtoffers. Mijn dochter kwam vanuit de Goorzen vandaan, zeg maar richting de Bie. En uit de Gustoweg kwam een auto aan. Die dacht nog even, hij zei dus dat hij ervoor kon, want hij haalde het wel. Waardoor mijn schoonzoon uit ging wijken. En hij mijn schoonzoon tegemoet reed en vol mijn schoonzoon geraakt heeft in de auto. En ja, door de paniek en hectiek die er omheen waren er dus mensen behulpzaam om te zeggen van joh, we halen er uit de auto, mijn dochter. En mijn schoonzoon stapte zelf uit. En mijn dochter liep weg, waarop iemand achter mijn dochter aanliep. En mijn dochter op dat moment ondersteunde. En die willen wij bedanken. Wij hebben het geprobeerd via Facebook. Daar is 800, bijna 800 keer hebben ze het bericht gedeeld. Maar helaas hebben we nog steeds die mevrouw en die meneer niet kunnen vinden. Dat vinden we heel erg jammer. Want je wil ze graag bedanken omdat ze zo behulpzaam zijn geweest. Ja, zeker. En ja, weet je, die mensen doen het vrijwillig. Maar mijn dochter zit met een probleem. Want ze kan iets nu niet afsluiten. En dat wil ze heel graag. En haar man luisterde naar de naam Jaap. En misschien dat iemand dat wat zegt. En het blijkt dat ze uit de Goorzen komen. Want er wordt wel gezegd, we kennen de mensen. Maar niemand weet wie ze zijn. Het is een behoorlijk ongeluk geweest. Ze zagen echt, auto's zaten flink in elkaar. Helemaal van de weg af. Is ze erg hard gereden? Mijn schoonzoon heeft 50 gereden. En ja, die man die heeft harder gereden. Ja. En dat is wel... Hoe gaat het nu met ze? Ja, ze hebben allebei last van de rug. Mijn schoonzoon heeft last van zijn knieën, zijn pols, zijn nek. Mijn dochter heeft last van de nek, last van de heupen. Maar ja, ik ben blij dat de schade meevalt bij hun. Auto totaal los, ja, daar kom je overheen. Ja. En nu oproep nogmaals voor degene die bij je dochter is gebleven. Ja, dus wilde dame die op dat moment mijn dochter uit de auto heeft gehaald met mijn schoonzoon en is blijven zitten tot de ambulance er was, zich alsjeblieft melden bij Schie TV. En hopelijk kunnen we dan een hoofdstuk afsluiten voor mijn dochter.